Vrijdagavond is rond 11 uur een grote brand uitgebroken bij een woningcentrum aan de Ringbaan Oost. De brandweer rukte met groot materiaal uit om het vuur te bestrijden. Op het moment van het ontstaan van de brand waren er veel mensen aanwezig. Deze zijn allemaal uit het pand geëvacueerd. Op dit moment is nog niet bekend hoe de brand ontstaan is. De eerste berichten zijn dat er achter waar de bowlingballen inrollen, zeg maar, dat daar brand uitgebroken zou zijn. Maar dat zijn de eerste berichten, die moeten we nog gaan onderzoeken als dat nog gaat lukken dan. Rond 11 uur kwam de melding binnen van brand. Nou, je ziet dat de brandweer is met groot materiaal uitgerukt. Er is ook een zeer grote brand bestempeld. Dat komt ook in eerste instantie omdat er nog mensen in het gebouw waren. Gelukkig is iedereen eruit. We hebben twee mensen die zijn licht gewond door het inademen van rook. Die zijn nagekeken door personeel van de ambulancedienst, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis. Daarnaast is de brandweer hier natuurlijk aan verschillende kanten aan het blussen. Achter dit gebouw staat nog een ander bedrijf en dat moet natuurlijk niet in brand raken. Dus daar doen ze nu hun uiterste best voor. En er wordt nu gekeken in hoeverre er de overlast is van rook en stank en zo. Om te kijken of er ook nog een alert of zo uit moet gaan. Wat is nou de standaardprocedure bij zo'n grote brand? Omdat het zo groot wordt komen er verschillende hulpdiensten. Ambulancedienst hier, die is ter ondersteuning van de brandweer. Maar ook als er misschien nog mensen gewond zijn. Veel politie natuurlijk, je ziet dat de hele weg afgezet is hier zo. De Ringbaan Oost is dus geel afgezet. Daarnaast komt de gemeente, die komt de mensen ondersteunen die hier uit het pand gegaan zijn. En uiteindelijk komt een keer de verzekering die het ook nog een keer gaat bekijken. Zo. Dus er komt hier aardig wat mensen kijken zo de komende uren. Maar eerst is dat de brandweer zijn werk doet en de brand kan blussen of eventueel uit laat branden. Maar dat is aan hun natuurlijk.